14 juni aanstaande worden de Europese verkiezingen gehouden voor het Europese parlement. Voor Nederland zullen dan 25 parlementariërs worden gekozen en dat wordt gedaan door u. Het is de bedoeling dat hier vanavond in de beurs een politieke forumavond wordt gehouden over het Europees parlement. Op initiatief van de drie grootste partijen, het CDA, VVD en Partij van de Arbeid, is er een forumavond tot stand gekomen. Meneer Mone is onder andere de initiatiefnemer hiervan geweest. Meneer Mone, goedenavond. U bent voorzitter van de afdeling VVD hier in Winterloord. Waarom is er gekozen voor een forumavond over de Europese parlement, over de Europese verkiezingen voor het parlement? Het is zo dat op 14 juni aanstaande staan die tweede Europese verkiezingen voor de deur. En aangezien de activiteiten in de periode liggen rond de Europese verkiezingen dermate overbelast is voor de betreffende parlement, probeert dat iets naar voren te trekken om in een vroegtijdig stadium een vruchtbare discussie in onze gemeente op gang te kunnen brengen. Drie Europarlementariërs uitgenodigd voor elke partij één. Uitgenodigd voor de Partij van de Arbeid is de heer Toornstra. En zijn specialisatie is de economische monetaire problematiek. Meneer Toornstra, u heeft iets verteld vanavond over de begroting. Het parlement heeft uiteraard inkomsten nodig. Waar komen die inkomsten vandaan? De inkomsten voor de Europese begrotingen komen met name uit de afdracht van de nationale lidstaten van de BTW. Die BTW-afdracht die is geplafonneerd tot een bedrag van 1%. En we zijn thans met een merkwaardige financiële situatie in de Europese gemeenschap geconfronteerd. In die zin dat we de 1% grens hebben bereikt. Dat betekent dat we de facto eigenlijk niet over meer geld kunnen beschikken. Toch is dat meerdere geld nodig voor diezelfde Europese gemeenschap. Al was het alleen maar om ons aan de bestaande verplichtingen te kunnen voldoen. En tweede, om aan die gemeenschap de nieuwe dynamiek te kunnen geven die wij allen zo dringend noodzakelijk hebben. U zegt 1% is het plafond wat de lidstaten afdragen. Er is ook gezegd, er is op het ogenblik een tekort van 6 miljard voor 1984. Hoe ziet u die financiering voor de rest van het jaar dan? Er ligt thans ter discussie bij het Europese parlement en bij de Raad van Ministers een voorstel van de Europese Commissie. Dat in feite inhoudt dat de lidstaten voor de financiering van het tekort van 6 miljard over zullen gaan door het verstrekken van leningen aan de Europese Commissie. Dat zou voor Nederland betekenen dat we een bedrag van ongeveer 300 miljoen gulden dit jaar extra zouden moeten gaan betalen. Het is een voorstel van de Europese Commissie. Het Europees Parlement moet er nog over besluiten. De Europese Raad uiteraard ook nog. Persoonlijk heb ik daar een aantal problemen mee. We hebben altijd als Partij van de Arbeid gezegd, wij zijn voor een verhoging van de 1%. Maar de verhoging van de 1% moet wel betekenen dat we daarmee ook nieuw beleid en nieuwe dynamiek in de Europese gemeenschap kunnen brengen. Het tekort van 1984 is in hoofdzaak gecreëerd door de extra landbouwuitgaven die we in 1984 moeten gaan doen. En het verstrekken nu van een lening zou dan ook betekenen dat we er geen nieuw beleid meer kunnen gaan financieren, maar in feite het oude bestaande beleid via een extra financiering moeten kunnen gaan garanderen. Daar plaats ik een aantal vraagtekens bij. Maar we moeten zien hoe het Europees Parlement daar uiteindelijk op zal reageren. Een andere genodigde voor het CDA was mevrouw Mai Weggen. Haar specialisaties liggen met name op het gebied van sociale zaken, volksgezondheid, milieu, consumentenbescherming en onderwijs en emancipatie. Ik wil aan u vragen iets over de werkloosheid. In Europa, u heeft gezegd, zijn er 13 miljoen werklozen. Dat is gekomen in de tijd van de recessie. Kunt u een aantal oorzaken aangeven van die recessie? Nou, de recessie kent verschillende oorzaken. Grote oorzaken moeten worden gezocht in het ineenvallen van de internationale markt. Dus ook buiten Europa zijn oorzaken te vinden. En die oorzaak is eigenlijk versterkt door twee oliecrisis. Eentje in 1973 en eentje in 1979. Dat heeft zo ongeveer onze nekslag gegeven. Ik denk dat daarmee de belangrijkste oorzaken zijn aangegeven. Twee oliecrisis zijn crisis zijn dus in feite de grote boosdoeners geweest voor deze recessie. Zijn de grote boosdoeners geweest. Ik moet wel zeggen dat de Europese gemeenschap slecht heeft ingewerkt op deze problematiek. Als u alleen al ziet naar de manier waarop onze economie op elkaar afstemmen,
Dat gebeurt niet op een eenvormige manier, zoals eigenlijk de afspraken in de lidstaten oorspronkelijk zijn gemaakt. Er zijn landen die links uit de boot hangen en landen die rechts uit de boot hangen. Links bijvoorbeeld Griekenland en Frankrijk, rechts bijvoorbeeld Engeland. En je moet zich eens voorstellen wanneer Japanse provincies onderling zoiets zouden doen, of wanneer bijvoorbeeld lidstaten van de Verenigde Staten dergelijks onderling zouden gaan doen. Het is bijzonder belangrijk dat de Europese lidstaten een eenvormige economische politiek voeren. Door de VVD uitgenodigd is de heer Lauwers en zijn specialisatie in het Europarlement betreft de externe economische betrekkingen, landbouw en begrotingen. En met name over landbouw wil ik u een aantal vragen stellen. Er is vanavond gezegd dat 70% van de inkomsten van het Europarlement worden gebruikt voor de landbouw. Is dat zo? Nee, dat is niet waar. Dat lijkt optisch zo, maar als men dat goed bekijkt en men trekt daaraf waardoor die landbouwbegroting staat, maar wat er niet bij hoort, en ook de inkomsten die de landbouwpolitiek zelf voortbrengt, dan blijft men onder de helft. Mm-hmm. En daarmee is de Europese landbouwpolitiek de goedkoopste landbouwpolitiek van de vrije westelijke geïndustrialiseerde wereld. Mm-hmm. Dus die constante beschuldigende vinger in de richting van onze moderne landbouw met zijn hardwerkende mensen en de hele verwerkende structuur die daarop is gezet, daar heb ik de grootste moeite mee om dat te aanvaarden. Mm-hmm. En daar verzet ik mij ook tegen. Maar u bent het wel mee eens dat er maatregelen genomen moeten worden om uitgaven te gaan verminderen? Zonder enige twijfel. Binnen elk financieel systeem moet men zorgen dat men baas is over het manoeuvre, dat men baas is over waar het geld blijft. Mm-hmm. Nou, dat liep ons duidelijk uit handen door het geweldige productieenthousiasme. Op zichzelf een technologische prestatie zonder weerga, vooral in de zuivelsector. Mm-hmm. Dat hier een aantal liberale marktmechanische middelen worden ingevoerd om de productie onder controle te krijgen en ook het uitgavenpatroon, daar acht ik absoluut gerechtvaardigd. Mm-hmm. Wat betekent het nu voor de bevolking zelf? Wat heeft het parlement tot nu toe gedaan? In 1979 is het parlement eigenlijk opgericht. Wat heeft het tot nu toe eigenlijk gedaan, meneer Lauwers? Kunt u daar een antwoord op geven? Ik dacht dat het direct verkozen Europese parlement in de afgelopen 5 jaar een heel concrete bijdrage heeft geleverd om de wens van de Europese burger dat Europa echt gaat leven, mm-hmm, werkelijk door te dringen bij de ministers. Mm-hmm. Bij de commissie was niet meer nodig, vooral bij de ministers. En ik ben ervan overtuigd dat in de tweede periode dat wij daarin ook zullen slagen om de nationale parlementen daarvan te overtuigen dat Europa meer is dan de optelsom van 10 ledenlanden. Mevrouw Meij, misschien kunt u nog iets zeggen over het Europees Parlement in het algemeen, hoe u het ziet naar de bevolking toe. Nou, ik heb net enkele problemen aangegeven met betrekking tot de werkloosheid. Het is misschien ook goed om eens te laten zien welke 2 dingen bijvoorbeeld de Europese gemeenschap, het Europese parlement heeft gedaan om die werkloosheid te bestrijden. Een van de zaken die wij heel dringend hebben gevraagd aan de Europese Commissie, aan het bestuur van de gemeenschap, is om de industrie in Europa te hervormen. Dat wil zeggen, de grote industrieën die het vaak nu erg moeilijk hebben om te bouwen tot nieuwe industrieën, vooral in de sector van de microelektronica. Daar heeft het parlement, heeft de Europese Commissie positief op geantwoord. Er is ook toch een project op gang, het zogenaamde Esprit-programma, op grond waarvan de Europese industrie een nieuwe impuls zal kunnen krijgen in de sector van nieuwe technologie. Tweede punt, we hebben ons heel veel zorgen gemaakt en we maken ons heel veel zorgen over de strijd over de jeugdwerkloosheid. Het parlement heeft gevraagd om het Europees Sociaal Fonds, en dan gaat het om 4,5 miljard gulden, om dat zoveel mogelijk in te zetten voor die strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Ook dat is door de Europese Commissie en door de Europese ministerraad overgenomen. En dat betekent dat vanaf 1 januari 1984 driekwart van het geld van het Europees Sociaal Fonds mag worden aangewend voor de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Om dat in Brabantse termen om te zetten. Brabant heeft voor ongeveer 7 à 8 miljoen aan projecten ingediend. En daar zijn meer dan 3000 jongeren bij betrokken. Dat is een Europees voorbeeld en we hopen eigenlijk dat de lidstaten dat ook zullen gaan volgen. Dat zijn 2 hele concrete dingen. In de hele strijd tegen de werkloosheid, en ik denk ook 2 hele goede zaken. Meneer Toornstra, uw visie graag op het Europees Parlement, wat u ziet naar de bevolking toe? Ja, ik zal u 1 concreet voorbeeld geven. En dan wijs ik naar de discussie over in zaak het staaldossier. Dankzij het Europees Parlement is er 300 miljoen rekeneenheden vrijgemaakt voor de sociale aspecten die betrekking hebben op het afwikkelen van de staalpolitiek.
Het probleem is dat vrijwel niemand het weet. Omdat tussen het moment dat het parlement een dergelijk advies, een dergelijk besluit heeft aangebracht, en het moment waarop de ministerraad uiteindelijk dat besluit bekrachtigde, en een periode lag van meer dan 2 jaar. En op het moment dat de ministerraad in feite het advies, het besluit van het parlement heeft overgenomen, sprak de pers alleen nog maar over het feit dat ook de ministerraad zijn sociale zijde had laten zien door 300 miljoen rekeneenheden voor de arbeiders en de staalindustrie te laten zien. Terwijl in feite dat de zaak was die door het parlement was aangekaart. Ik hoop dat we op deze manier kort hebben kunnen laten zien wat het nut is van het Europarlement. Ook voor de Nederlandse bevolking en met name voor de bevolking hier in Dinteloord. Er is kort gesproken over een aantal facetten die hier met name in deze streek van belang zijn. Dat is de werkgelegenheid, dat is met name ook de landbouw en dat zijn de financiële aspecten. Ik hoop dat u met deze informatie goed gemotiveerd naar de stembus zult gaan op 14 juni aanstaande. Bedankt.